Hallo schatjes van patatjes. Kijk eens, ik heb vandaag een heel leuk tekenbord gekregen. Haha, mooi hè? Ja, vandaag ga ik voor jullie een hele leuke tekening maken. Wat zien jullie graag? Oké, even denken. Want jullie zeggen niet veel. Dus dan moet ik het allemaal zelf bedenken. Ho. Kijk, een grote cirkel. wat ga ik nog tekenen in die cirkel? Zo. En zo. Nog twee cirkeltjes erbij. Wat gaan we nog tekenen? Zo. En zo. Kijk, nu heb ik twee oogjes getekend in die cirkel. Leuk, hè? Zullen we ook nog een neusje tekenen zo? Kijk, een neusje. Oh, ook leuk, hè? Een neusje. Dan gaan we ook nog tekenen. Een mondje erbij. En misschien ook nog een beetje hup. En hup. Een beetje haar. En misschien ook nog wiep. Twee oortjes erbij. Ja, jullie zien het natuurlijk. Heel mooi kan ik niet tekenen hoor. Maar ik doe mijn best hè. Dat er toch een beetje een leuke tekening. Wat zeg je? Die ogen bewegen niet. Dat is een tekening hè. Jullie blijven zeggen dat die ogen bewegen niet. Een tekening kunnen de ogen toch niet bewegen. Ik heb dat getekend. Maar weet je wat we doen? Want jullie geloven mij blijkbaar niet, hè? Ik zal naar die tekening blijven kijken en dan kan ik echt zien dat die oogjes niet... Die ogen bewegen toch echt. Wat een leuke tekening, zeg. Een tekening met ogen die echt kunnen bewegen. Dat heb ik nog nooit gezien. Zeg, tekening, kan jij dan misschien ook een beetje praten? Ja, hoor. Oh, heb je dat gezien, lieve kindjes? Die tekening die kan echt praten. Hallo, tekening. Hallo. Dat vind ik echt wel leuk, hè. Zeg, tekening, heb jij misschien ook een naam? Ja. Ah, zeg, wil je dan jouw naam vertellen tegen ons? Sammy. Ah, zeg Sammy, en hoe gaat het met jou? Slecht. Oei, en waarom gaat het slecht met jou? De kindjes zeggen niet dag. Ah, zeg, kindjes, weet je wat? Ik zal tot 3 tellen. En dan roepen we allemaal, dag Sammy. 1, 2, 3. Dag Sammy. Dag kindjes. Oh, dat vind ik echt heel leuk hoor. Zeg Sammy. Ja? Weet je wat? Ik ging net aan de kindjes ook een leuk verhaal vertellen. Vind jij dat leuk, zo sprookjesverhalen? Ja. Wel, ik zal nu eens een leuk sprookje vertellen van Roodkapje. Wat tof. Ja, Roodkapje die ging naar grootmoeder met een mand met koekjes. Lekker! Ja, hè. En Roodkapje die ging zo door het bos. En als ze in het bos aan het wandelen was, toen kwam er van achter een struik plotseling een grote boze wolf. Wat is dat, Sammy? Geen wolf! Waarom geen wolf, Sammy? Ik ben bang. Ah, oké. Dus Sammy, jij bent bang van de boze wolf? Ja. Oké, dan ga ik de wolf weglaten, hè. Maar met wat moet ik het dan wel doen? Een eend. Oké, dan zal ik het met een eend doen. Dus Roodkapje was met de koekjes... Lekker! Ja, lekker, hè. Roodkapje was met haar mandje met koekjes door het bos aan het wandelen. En toen kwam er plotseling van achter de struik een hele grote boze eend. Nee! Wat nu weer? Geen boze eend. Ja, oké. Wat voor een eend moet het dan wel zijn? Lieve kleine eend. Oké, lieve kleine eend. Dan klopt wel mijn verhaal niet meer, hè. Kan geen kwaad. Oké, kan geen kwaad. Dus Roodkapje ging naar grootmoeder door het bos met een mandje met vol lekkere koekjes. Lekker! Ja, lekker hè. En Roodkapje ging dus door het bos naar grootmoeder met haar mandje koekjes. Lekker! Ja, lekker hè. En toen kwam ze voorbij een struik en plotseling sprong daar van achter die struik een kleine, lieve, schattige eend. Ja! Ja, en Roodkapje die schrok en die was heel erg bang. Waarom? Ja, waarom eigenlijk? Ja, als mijn verhaal niet meer met de boze wolf is, ja, dan klopt het eigenlijk niet. Want dan heeft Roodkapje ook geen reden meer om bang te zijn. Oh nee. Ja zeg,
Ja, dan moet ik mijn verhaaltje hier al afsluiten. Ja. Ah ja, want Roodkapje gaat dan verder naar grootmoeder. En ja, dan geeft ze de koekjes aan grootmoeder. En dan konden ze allemaal lekker eten. Ja, lekkere koekjes. Ja, lekkere koekjes. En ja, toen kwam er een varkentje met een grote snuit. En ja, dan is het verhaaltje hieruit. Oh, zeg, dat snel hoor. Ja, ik weet het dat het snel is. Maar het is toch bijna tijd om te gaan slapen hoor. Dus zal ik jou een beetje beginnen wegvegen dat je kan gaan slapen zo? Als dat moet. Ja, eigenlijk wel, hè, want het wordt toch al een klein beetje donker. Hè. Dus Sammy, ik ga jou heel eventjes wegvegen zo. Zeg u. Zo, helemaal beginnen wegvegen zo. Waarom doe jij dat licht uit? Maar Sammy, ik doe dat licht niet uit. Ja, dat is niet donker, zijn, hè? Ja, maar dat is niet donker. Dat is omdat ik jouw ogen heb weggevaagd. Wat zeg je? Ja, zeg hé. Ik vind dat je toch een klein beetje een zuurpiet bent, hoor. Oh, zeg hé. Ik zit niet graag in het donker. Wel, ik zal ook jouw mond wegvegen. Voilà. Dan is het hier plotseling helemaal stilletjes. Ziezo. En dan is het helemaal gedaan. Voilà. Gedaan met het lawaai van kleine Sammy. Ziezo. En dan is mijn bordje weer helemaal bijna proper. Voilà. Mijn tekenbord is terug helemaal proper. En nu kan ik ook gaan slapen. En dan kan ik gaan dromen. Misschien over een tekening die echt begint te praten en zo. Dat zou wel leuk zijn, hè? Dag lieve kindjes. Tot de volgende keer.